Dit is Radio Scout Twente. Met DJ Tobias. Een hele goede morgen, mijn naam is Tobias Horst, de presentator van Twente in de Ochtend. Het is vandaag 15-1-2022. En ja, waarschijnlijk zul je denken, hey Tobias, je hebt toch altijd een camera aan? Ja, dat klopt, ik heb inderdaad altijd een camera aan. Helaas. Even nog niet. Dat komt om, komt gewoon heel kort gezegd. Doordat ik niet de goede instelling heb, waardoor mijn camera goed gestaan. Ik heb een tijdje niks gedaan. Ik moest even tot rust komen. Laten we het daar vooral op houden. Ik had het gewoon even nodig. Even een tijdje rust. Om even aan mezelf te kunnen werken. En ja, dat is nu gewoon gelukt. Dus ik ben er weer klaar voor. En we gaan er gewoon weer lekker van genieten. Ik hoop jullie ook. Misschien kun je een beetje aan mijn stem merken dat mijn stem nog niet helemaal terug is. Ik heb een beetje last van mijn keel ook gehad. Dus vandaar. Maar ik kan wel vertellen dat we gewoon lekker gaan genieten van de lekkerste muziek. En het is de top Twente. Dus we gaan ook genieten van de top Twente hier op Radio Scout Twente. We gaan zo lekker beginnen met een lekker nummertje. Dat is een nummertje waar ik de uitzending begon bij Maurice. Toen we samen waren naar de top 2000. Hadden we het over dit nummer. Die gaan jullie zo horen. En er komen nog meer lekkere liedjes voorbij. Dus blijf zeker luisteren. Dan gaan we er lekker van genieten. Ook gaan we gewoon zeer, zeer leuke praatjes maken. En ga ik jullie vertellen over de liedjes. Want dit is de top Twente van Radio Scout Twente. Een beetje gejat van de top 2000. Maar goed, weet je, beter gejat dan... hoe zeg je dat? Beter gestolen dan slecht bedacht. Toch? Beter gejat dan slecht bedacht? Of, nou ja, zoiets. Volgens mij is het... Ik weet niet precies, maar volgens mij is het zo. We gaan gewoon lekker genieten van de lekkerste hits. Dit is de top Twente hier op Radio Scout Twente. Dus geniet er lekker van. We gaan lekker genieten naar het eerste nummertje. En dat is... de enige echte... Lange Frans met Handjes, Handjes, Bloemetjes Gordijn. Ik heb een apparaat gekocht, een carnavalsmachine. Heel de tent gaat op en neer. Een paard in de gang. Yes, kneu, 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 mijn neus, een natje voor de sfeer. De buurvrouw is maar één vinger lang. Ik moet zuipen aan de haven in een hutje op de hei. En weet je wat de dokter zei? Weet u wat mijn dokter zei? Het lijkt wel veel op een andere plaat. De tekst slaat als een drumstel op een fluit. Maar na een meter bier dan maakt daar niemand niks meer uit. En gaan die handjes, handjes, bloemetjes, gordijn. Handjes, handjes.
Scout Twente. Ja, een hele goede morgen. Dat was Handjes, Bloemetjesgordijn van Lamme Frans. Een heerlijk carnavalsnummer dat echt een begrip is geworden hier op Radio Scouten van mij en Maurice. Dat we eigenlijk wel elk carnaval weer gaan draaien. Ik wou eigenlijk meteen door naar het volgende nummer, maar dat leek me niet zo gepast. Omdat het best wel een nummer is die iedereen in Nederland wel anders beschouwt dan het liedje, daarna het liedje zelf. Mensen kenden het liedje waarschijnlijk niet eens tot een moment vandaag eerder dit jaar in juli. Waarbij een misdaadverslaggever werd vermoord. Inmiddels door een vuurwapen van een crimineel. De crimineel is op het moment in de bak. Helaas, de misdaadverslaggever is dus er niet meer. Er was hoop, maar hij is uiteindelijk toch overleden in het ziekenhuis. Het gaat om Peter R. de Vries. Het liedje A Wither Shade of Pale was niet een heel. Het was wel een lied in. Het was wel een bekend liedje. Maar op de dag van de dood van de heer Vries. Ging het gewoon een andere kant op. En werd het liedje in één man groot. En hetzelfde geldt voor een ander liedje. En ook over zijn tatoeage natuurlijk. Het zit wel in de top Twente. Het is een mooi liedje. Heel veel mensen denken daaraan. Peter de Vries. Maar het is niet alleen Peter de Vries. Het is een heel ander nummertje. Gewoon een mooi, emotioneel, prachtig nummertje. We gaan er ook zeker naar luisteren. Dit is A Wither Shade of Pale. Hier op Radio Scouten Twente in de ochtend. Thank you.
face at first, just go sleep. Turn the wider shade off. Twente.
Dit is Radio Scout Twente. Met DJ Tobias. Ja, met DJ Tobias. Je hoort dus juist Toto Africa hier op Radio Scout Twente. En ja, gisteren was de persconferentie van corona. En ja jongens, wat daar is uitgebleken is dat wij weer naar scouting mogen. Helaas is dat deze zaterdag nog niet, omdat het heel moeilijk was om alles qua taxis te regelen. Maar over 2 weken gaan we daar wel heen. Dus dat is helemaal toppie, joppie, joppie, doe, doe, doe. Maar goed. En ja, gewoon alle winkels, alle niet-essentiële winkels mogen weer open tot 5 uur. Dus je kunt gewoon weer naar de Action dingetjes halen. Hé, ook Maries. Ja, ik weet het wel, maar dat is niet handig om heel te gaan, want het is vaak heel druk. Dus daarom doen wij dat ook niet. Nou ja, goed. Wij gaan straks ook nog even lekker luisteren naar de nog meer lekkere hits hier op Radio Scout Twente. Hopelijk hebben jullie er een beetje zin in. Ik tenminste wel. Dus we gaan lekker genieten van de lekkerste hits hier op Radio Scout Twente. Dit is Twente in de ochtend. Het is niet een uitzending die je van me wacht, omdat het een beetje een chaos is. Maar goed, ik had beloofd om vanaf zaterdag weer te beginnen. Helaas heb ik nog niet alles kunnen instellen, dus moest ik het gewoon even op deze manier doen. Goedemorgen Tobias, ben je weer aan het draaien? Luister altijd met DJ Tobias, elke ochtend. Ja, hey jongens, we gaan nu luisteren naar een liedje die best wel gevoelig is in vroeger. Over de muur van Klein Orkest. Dit is een lied dat gaat over de Berlijnse muur. Die werd gebouwd waardoor West-Duitsland en Oost-Duitsland, was het volgens mij, gescheiden werden. En maar eigenlijk precies hetzelfde waren en dat alleen vogels overheen konden en ze hun familie niet konden zien. En mensen die wel weer oversteken dood gingen. Ik kan dit allemaal hier gaan uitleggen, maar je zult een beetje horen hier in het liedje. Dit is Over de Muur van Klein Orkest. Oost-Berlijn, unter den Linden, er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels, waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wacht wordt gewisseld. 40 jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan? Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan. Ach, wat is nou die heilstaat? Zeg mij, wat is die waard? Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard. En alleen de vogels vliegen van Oost naar West-Berlijn, worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. Omdat ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. West-Berlijn, de Kurfürstendamm, er wandelen mensen langs porno en piekshow, waar Mercedes en cola nog steeds op een voetstuk staan. En de neonreclames die glitterend lokken, kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken.
dat is nou 40 jaar vrijheid. Er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die vrijheid zonder huis, zonder baan? Zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan. Goed, je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muren. En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur. En de vogels, ze vliegen van West-Oost-Berlijn, worden niet teruggefloten, ook niet neergeschoten. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het oosten, soms ook in het westen willen zijn. Omdat het brood ligt soms bij de Gedächtniskirche, soms op het Alexanderplein. Radio Scout Twente. Twiffer. I come from down in the valley, where mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We drive out of this valley down to where we go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she wrote. And for my 19th birthday, I got a union card. Sends me down to the river. Sends me
The River. Hoorde je hier op Radio Scout Twente. Oh, wat een prachtig, prachtig nummer. En ja, waarschijnlijk hoor je me een beetje anders dan gewoonlijk. Want jullie horen mij via hier. Dat komt omdat ik via iets anders aan het doen ben. En ik zie dat we op 27 minuten zitten. Dat betekent dat we nog even een kerstnummertje erin gooien. Het is I Wish You a Merry Christmas. Ondanks dat het al voorbij is. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding and bring it out here. We won't go until we got some. We won't go until we got some. We won't go until we got some. So bring some out here. Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding. Oh, bring us some figgy pudding and bring it out here. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Excuses. Ik, ja. Sorry. Ik, het spijt me. Ik hoop dat je me vergeeft. Ik hoop dat je mij vergeeft. Ik hoop dat jij mij vergeeft. Ik kan trouwens best wel mooi zingen, hè. Ik hoop dat jij mij vergeet. Ik hoop dat jij mij vergeet. Ik hoop dat jij mij vergeet. Dat was te hoog. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oké, dames en heren. Het spijt me. Het spijt me enorm. Ik wens jullie een hele fijne dag. Dit was Twente in de ochtend. Ik schaam me voor deze uitzending. Het is niet hoe het moest zijn. Morgen ben ik er echt weer terug. Met een goede uitzending. Dus ik had het zeg. Later.